Aha, ja. Ja, ik begrijp wat hier staat. Kijk, nu staat hij hier. En nu staat hij hier. Kijk. Dit is het monument van Hanni Schaft. En er lag helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Hanni Schaft, misschien verraden, zo opgepakt. Eenzaam gestorven, tegen de afspraken in geëxecuteerd. Dat maakt me boos. Ik heb even snel wat bloemetjes neergelegd. Die komen hier vandaan. Ik heb de locatie niet verkend, dus volgend jaar gaan we dit anders doen. Dit is gewoon eenmalig. Maar dit maakt me dus echt boos. Ik doe even een eindshot. En dan ga ik ergens anders met de muziek aan de gang. Want ik ben hier niet om te escaleren ofzo. Ik ben hier om een statement te maken. En we gaan fietsen. Dan ga ik met muziek aan de gang. We zijn hier overigens in Oostzaan. Bij het monument ter nagedachtenis van de ultieme held. Hanni Schaft. Hanni Schaft, voor wie bij de doodherdenking helemaal niks neergelegd is. En het is allemaal een sekte geworden, een ritueel. Dit is natuurlijk niet zo voor, daar ga ik het zo direct over hebben. Het wordt steeds sectarischer, daar ga ik het over hebben. Maar ik ga nu naar de fiets. Hanni, we gaan de bevrijding. Het is weer nodig. Dit is een andere strijd. Maar we gaan door tot we gewonnen hebben. Dit was geen goed beginshot. Dit was een goed beginshot geweest voor het vervolg. Er stond. Maar hij is nu weg. Er kwam laatst een auto aan, net een auto aanrijden. Die ging hiervoor staan. En ik heb vandaag echt helemaal geen zin in. Wat voor gezeik dan ook. Ik had hier mijn video voorbereid. Kijk, hier. Hier is de maan. En dit is gewoon een video over Hanni Schaft. Ik ben nu wel een handschoen kwijt. En ik heb iets van, moet ik daar nou dwangmatig mee omgaan? Of moet ik dat gewoon lekker laten? Kijk, ik heb er nou nog één. Ik laat dat lekker. Ah, kijk. Je ziet hem er nu. Vandoor gaan. Dat was een jonge gast. En ja, hier is de maan weer. Die gaan geen uren staan kijken. Ik heb vandaag echt helemaal totaal geen zin in gedoe. Dus ik ga gewoon. Dat is ook wel leuk. Kijk. Hier staat. Oh nee, wacht. Het is met een scooter. Ik mag kennelijk met een fiets wel in. Na zonsondergang wellicht. Maar ik ga een rustig plekje zoeken. Voor de liedjes en het verhaal. Waar hij het ziet. Nou, het is allemaal fantastisch. Ik zie hier een held. Hij komt niet in beeld. Die ging eerst vandoor en komt nu terug met de politie. Ja. Komt ook niet in beeld. Nee mevrouw, ik doe alleen mijn laarzen. Ik heb manieren. Komt ook niet in beeld. En dan heb je dus het beeld van Hanni Schaft gefilmd. Dus dit is echt heel veelzeggend. Heb je dat gedaan? Ja. Oké. De Hanni Schaft verzet toch, was dat? Ja, er stond helemaal niks. Geen aandenken, helemaal niks. Dus ik ben niet in goede stemming nu. Oké. Heeft u een groot nationalistisch hart? Nee. Nou, Fries. Ik ben Fries. U bent Fries? Wij zijn geen nationalisten. Nee, dat weet ik niet. We leven het liefst op een eigen eiland, toch? Friesland wil ik graag. Nou, de mensen hier zijn ook Fries. Nou, Oostzaan niet. West-Fries, hè? De meeste niet. Maar Landsmeer heeft wel West-Friese mentaliteit. Ja. Alleen die zien zichzelf niet meer als Fries. En ik begin al wat rustig te worden. Ja? Maar okay. Ik zou wel vriendelijk willen verzoeken of ik mijn pad kan vervolgen. Want ik ben niet in de stemming. Oké. Waar gaat u heen? Ik ga een rustig plekje zoeken om een video te doen, want ik had met
Waarom sta je te lachen, jongen? Sorry? Waarom sta je te lachen? Waarom? Een beetje koud. Waarom ging je er net vandoor? Ik wilde alleen met je praten. Oh. Heb je een nat plekje nou in je broek? Zo. Ik wilde alleen met je praten en je belt de politie. Waarvoor, man? Nou, waarvoor? Ik zal u wat vertellen. Ik ben van de politie. Ik zie geen uniform. Mag ik dan je ALM-nummer hebben nu? Of wil je anders gewoon buiten dienst blijven? Ja, je ALM-nummer graag of buiten dienst blijven. Dat ken ik niet. En je bent van de politie? Ja. Er staan hier nu twee mensen. Nou, nee, deze mevrouw heeft iets van wat gebeurt hier. Deze meneer heeft hier iets van, ja... ALM-nummer ken ik ook niet, hoor, meneer. En mijn collega ook. Dat is één lettertje verschil, mevrouw. Wij kennen dat niet. Het gaat hier om het nummer van jullie. Ja. Jullie zijn van Zaanstreek, sorry. Ja, jij bent, je gaat nu een uniform aandoen en je legitimeren of je laat me met rust? Ja? Nou, meneer, u gaat niet vertellen wat hij gaat doen. Nou ga ik er nu vandoor. Nou, dan wens ik u nog een fijne dag. Ja, en sorry, het is niet persoonlijk naar u toe of naar jou toe, naar geen van allen. Het komt gewoon doordat ik bezig ben met een emotionele video over Hannie Schaft. Het is niet persoonlijk naar jou toe, helemaal niet. Wens ik u ook een succesvolle video. Ja, dankjewel. Wat was u nou? Arjen? Arjen van der Werf. Wil je mijn legitimatie zien? Nee hoor, Arjen van der Werf. Hoe oud bent u? Maar bent 51. Geboren. 51. Wat is uw geboortedatum? 26/07/68. Ik doe vaker video's. Ja? En ik heb toegezegd dat ik dit jaar echt alleen binnen de wet blijf of hooguit milde burgerlijke ongehoorzaamheid. 67 zei u. Ik begrijp dat jullie me niet op mijn blauwe oog kunnen geloven. Jawel. 69 zei u. 69 is 68. 68, ja. 1968. Oké, okay, Arjen van de Werf of der Werf? Der Werf. En woont u hier in de Zaanstreek? Of in Soest? Nee, Landsmeer. Oh, Landsmeer. Okay. Ja. Nou, ik wens u nog een fijne dag. Ja, en succes en met het maken van de video. Alertheid op zich is goed, maar we hadden het gewoon uit kunnen praten. Ja, maar sorry, ik ben veel te fucked up. Nou, ik ga er vandoor. Ja. Ik reageerde inderdaad wat fel, had niet gehoeven. Ja, dank u wel. Oké. Okay. Geniet van de dag. Mensen. ALM-nummer is het. Niet ALM, AML. Ja, nee, dat is allemaal goed. Oké. Ik was echt te fel. Nou, dus dan kan ik ook niet zeggen dat jij iets fout deed. Oké. Nou, mensen. Dag. Het is soms op gang, zie ik. Nou, dat viel allemaal wel mee. Ja, het is inderdaad zoals we zien. De zon is op, dan mag je hier komen. Er wordt je gevraagd om hier niet te zijn. Nou, ik houd een afstand. En ik ga nu een plekje zoeken om mijn video te vervolgen. En deze video is een goede video. Ik sta hier echt helemaal paf van, maar... Ja... Deze jonge heer beweert politieagent te zijn. Hij is alert. Hij heeft zijn eigen radar. Nou, toen ik politie zag, dacht ik van, wat is dit nou weer? Maar ik dacht eerst dat er wat jongens uit het dorp achter me aankwamen. Ja, mag allemaal hoor. We leven in een vrij land. En ik had iets van, nou ja, ik had eerst iets van, als ik nou wat harder ga fietsen, dan ben ik er al vandoor voordat zij het park in kunnen. Maar daarna dacht ik, ik had er gewoon geen zin in. Dat is toch ook wel gestoord. Maar goed, het was dus politie. En het wordt tijd voor muziek en zo. Ik was echt veel te fucked up. Maar ik had geen idee dat het een agent was. Veel te goede video weer. Laten we hem nog beter maken. Oh, kijk mensen, dit is allemaal zo mooi. Mijn handen shaken, maar dit is allemaal zo mooi. Hele mooie agenten opnieuw, maar dat maar niet gezegd op dat moment. Wat een gekke haas. Nou, dan gaan we weer. Weer vergeten, begint slot fiets. Maar dat maakt allemaal niet uit, want ik ben de muziek niet vergeten. Ja, dit is allemaal goed voor nummer. Deze moet goed in beeld. Allerbelangrijkste is, ik moet goed in beeld, want gele hesjes zijn heel erg ijdel. Man. Hup, bloemetjes erbij.
wat hebben we nu weer meegemaakt? Laten we zeggen dat ik het helemaal vergeten ben. Dit is, ik schat het in als een agent die in opleiding is of net in dienst is. En die gewoon overalert is, geldingsdrang heeft. Hij kwam naar mij toe op de plek waar ik net stond te filmen. Ik schatte hem in als iemand die het park in wilde. Want er wordt hier wel eens in drugs gehandeld en zo. En op een gegeven moment zei hij iets wat mij niet aanstond. Je antwoord bevalt me niet. Toen ben ik gewoon naar de auto toegelopen. Van, wat is er niet wat je niet bevalt? Maar op, dat was misschien een beetje, dat kon bedreigend overkomen. Maar ik had mijn gele hesje nog niet aan. Maar als ik mijn gele hesje aan heb, dan is het gewoon stone in my hand. En niet een echte steen, maar gewoon, als je dichterbij wilt komen, kom maar. Ik laat het niet zien, maar het zit in mijn ogen. Als ik mijn hesje uit heb, en zeker als ik met familie of vrienden ben, dan ben ik gewoon meer mijn eerste natuur. Maar die tweede natuur begint wel steeds mijn eerste natuur te worden op deze manier. Nou, het eindresultaat geldt in Spanje of weet ik veel wat. Nou, sommige gedeeltes van Spanje, laat ik het allemaal niet stigmatiseren, hadden ze gewoon voor een grote bek helemaal in elkaar geslagen. En hier was ik eigenlijk de enige die een grote bek had. Maar daar gaat de video dus over. De 4 mei doodherdenking is nog steeds een beetje echt. Er zijn nog mensen van 82, 83 plus die meer hebben gezien dan kinderogen moeten zien. Een hele goede kennis van me is 88. Ene dag was je vriendje op school, volgende dag zit je vriendje in de trein. Hij heeft bij de pont gestaan, er komen Duitsers aan, die willen iedereen zijn fiets vorderen. Hij is de enige die wegfietst, de enige. Ik voelde de kogels in mijn rug, Arjan, zei hij tegen me. Want als zij niet schieten op mensen die wegfietsen, ook al is het een jochie van een jaar of 8, 9, 10, zoiets in die hoek toen. Hij zal 11, 12 geweest zijn. Als de commandovoerder niet zegt schiet, dan kan hij daar groot gezeik mee krijgen als één van de gasten hartstikke fanatiek is. Ik weet dat niet, dat vul ik allemaal maar in. Het was bij de pont in Noord, ik denk er nog steeds wel eens aan. Maar daar gaat het dus over, mensen. Het gaat over echt verzet. Er wordt gezegd, en dat is heel relevant nu, er wordt gezegd, doe dit niet. Ik doe het wel. Geef me je fiets. Bekijk het maar. Bekijk het maar. Het is mijn fiets. Wil je schieten? Schiet maar. Doe maar. Maakt mij niks uit, want het is mijn fiets. Nou, ik ga niet de hele tijd door zo. Maar Hanni Schaft is dus, dat is de meeste, niet iedereen zal het weten, maar Hanni Schaft is een van de meest dappere verzetstrijders die er was. Het westen van Nederland was een heel moeilijk werkgebied. Overal verraad. Er wordt gespeculeerd dat Hanni Schaft verraden is. Ik heb iets van mensen. Laten we gewoon lekker bij de feiten blijven. Maar Hanni Schaft is zeker verraden door de Duitsers. Want op een gegeven moment is hij opgepakt voor verzetsactiviteiten. Nee, het is opgepakt bij een controle. En ze deed verzetsactiviteiten. En even uit mijn hoofd nadat al een soort understanding, om even het Engelse woord te gebruiken, was. Volgende liedje. Nadat er al een soort understanding was dat er geen gevangenen meer doodgeschoten zouden worden, want dan werd het verzet ook met rust gelaten. Dit hesje dat begint wat minder van kwaliteit te worden, het gaat soms los, maar dat is allemaal helemaal niet erg. Zo ijdel zijn hesjes ook weer niet. Nadat er een soort understanding was dat er geen verzetstrijders, ja, zij was echt een topaas, had al heel veel mensen doodgeschoten. Zij is doorgegaan nadat er eigenlijk niemand meer doodgeschoten zou worden. Maar dat neemt niet weg dat er afgesproken was dat er geen verzetstrijders meer doodgeschoten zouden worden. Nou, check alsjeblieft de historische details. Ik zal het vast fout zitten op één detail. Maar Hanni Schaft was echt een held. Een held. En wat zie ik bij aankomst in Ozaan? Ik ben er snel weggegaan, want ik ken het werkterrein, ik ken de mentaliteit niet.
Maar wat zie je dus na aankomst in Oostzaan? Er staat bij het officiële monument allemaal bloemen en dit en dat en allemaal keurig netjes enzovoort. En op zich ga ik daar natuurlijk helemaal niks kapot maken of zo. Maar er heeft wel iemand, want dit is burgerlijke ongehoorzaamheid, er heeft wel iemand die krans geplaatst naar de juiste plek. Ik zeg niet dat er bij het ene moment niks moet staan, maar hoe kan je nou Hannie Schaft overslaan bij de dodenherdenking? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Het is gewoon gebeurd. Nou, waarom zeg ik dat het steeds meer een ritueel wordt? Sommige mensen hebben echt gevoelens, zijn met een zwaar getraumatiseerde ouders opgegooid. Maar voor de meeste mensen is het, die daar komen, is het identificatie met burgerrechten, met vrijheden. Niet alleen de vrijheid om niet zomaar door je kop geschoten te worden, door stelbezetters, maar ook de vrijheid van demonstreren! Van demonstreren! En dat zeg ik niet voor niks zo hard. Want in Den Haag is een verordening die in strijd is met de grondwet. In Den Haag staat dat je toestemming moet vragen voor demonstreren. En daar hebben ze altijd een heel leuk verhaaltje voor. Altijd. Het verhaaltje is altijd wel leuk, maar er klopt geen moer van. Want demonstreren is een grondrecht. Als water drinken. Als eten. Als lucht. Schone lucht. En die verordening in Den Haag, die zegt, je moet toestemming vragen. Dat is helemaal niet waar. Nederland heeft de grondwet en daarin hebben ze erin gesleuteld. Internationale verdragen gaan voor nationale wetgeving. Mensenrechtenverdragen zijn hartstikke duidelijk. Demonstreren is een grondrecht. Waarom is het een grondrecht? Zodat je van een verrotte overheid af kan komen. En die hebben we in Nederland. Die hebben we. Normaal gesproken in tijden van crisis, deze crisis is nog bezig, de vorige crisis 12 jaar geleden, voor het neoliberalisme kwam, in tijden van crisis was er meteen een hoge vermogensbelasting voor de rijken. De rijken betaalden de crisis. Zeker van CDA en ChristenUnie zou je dat verwachten. De rijken betaalden de crisis. Want het was toen een crisis. Het was tot 1967 waren de christenen echt aan de macht hier, die controleerden alles. 1967 is het in elkaar gedonderd. Maar er is tussen er is in 1973 een oliecrisis geweest. Ik weet niet of ze toen een vermogensbelasting voor de rijken nodig hadden. En zo ja, of die er geweest is, dat weet ik niet. Maar die zijn er geweest in Nederland. En dat is normaal. Hij is er niet geweest in de crisis van 2008. Heel veel mensen zijn onder water komen te staan. Hebben heel veel mensen die in scheiding waren, die konden niet uit elkaar, want het huis stond onder water. Allemaal ellende. Waarom? Omdat de rijken geen belasting wensen te betalen. Ze betalen misschien wat btw als in een hotel, zo overnachte toeristenbelasting, weet ik veel. Maar de belasting op vermogen, die is er niet of nauwelijks. Er is een virtuele vermogensrendementbelasting. Maar die gasten die verdienen zo enorm veel geld in een economie waarin het verdelen van de opbrengsten van de economie ongelijk is, waardoor ze eigenlijk een negatief bedrag aan belasting betalen. Ik zal dat in een andere video uitweiden, want ja, deze video is door omstandigheden langer geworden dan gepland. Maar het moet wel een activistische video blijven en geen slow video. Deze is wel toepasselijk. Nou, waar was ik? Al dat gedoe. Ja, grondrechten, demonstratierecht, juridische situatie, vermogensbelasting. Geen vermogensbelasting, geen echte vermogensbelasting. Ze betalen echt negatieve belasting, dus ze betalen een negatief bedrag aan belasting. Ze krijgen ieder jaar te veel. Dat komt doordat ze aandelen hebben. Nou, dat ga ik in een andere video een keertje uitdiepen. Ik ga zo direct gewoon relaxen. Een beetje rondfietsen en een slow video maken. Dat ga ik in een andere video onderbouwen.
Het gaat nu van de grondrecht. In de grondwet staat dat je kan de grondwet niet toetsen bij de rechters. De Tweede Kamer, die kan er van alles aan lullen wat ze maar willen. Er is geen grondwettelijk hof in Nederland. De pers gaat soms een keer over het grondwettelijk hof in Polen, waar de rechters niet objectief zouden zijn met de veranderingen. Nou mensen, wij hebben geen eens een grondwettelijk hof. We hebben een Raad van State, begonnen door een Spaanse koning, door een Spaanse landvoogd. Misschien was hij niet helemaal Spaans. Gaat allemaal uitzoeken. Maar de Raad van State is geen grondwettelijk hof, not even close. En de rechters kunnen niet toetsen aan de grondwet. Dat klopt allemaal niet, mensen. Dus als je het in de juridische werkelijkheid bekijkt, dan mag Den Haag een verordening opstellen en de rechter mag hem vervolgens niet toetsen aan de grondwet. Dus dan zou bijvoorbeeld iedereen in Den Haag op partijen moeten gaan stemmen die verordening weg willen. Dat doen mensen niet. De meeste mensen stemmen met een portemonnee of stemmen voor iets heel nationalistisch. Trouwens ook, ik loop in een gele hesje, dus wordt mij gevraagd, ben je nationalistisch? Gele hesjes zijn inderdaad nationalistisch, maar is er iemand in dit land die weet dat er links nationalisme bestaat? Nee, want de pers praat er niet over. Dus we hebben een klimaat waar we geen persvrijheid hebben. De staatspers wordt allemaal gecontroleerd door de kartelpartijen. Als je niet lief genoeg bent voor de kartelpartijen of niet kritisch genoeg bent voor de rest, dan is het voorbij met je loopbaan. Soms hebben ze het gewoon een paar maanden helemaal niet over iemand. Dat is geen journalistiek, mensen. Dat is propaganda. En ik ga niet weer opnieuw echt de stem verheffen. De MSM die in commerciële handen is allemaal opgekocht door de superrijken. Dus die zullen niet vaak heel kritisch over de eigenaar van het blad schrijven. Dat is een netwerk, die bellen elkaar allemaal. Omdat dat een regionale omroep, Omroep Friesland, Limburg, Gelderland, te kritisch wordt, dan gaan de adverteerders bellen. Ja, we weten niet of we nu nog wel gaan adverteren bij jullie. Nou valt dat trouwens bij regionale omroepen wel mee. Maar bij nationale omroepen speelt het zeker. ABN AMRO, ING, iedereen kent ze eigenlijk wel. Maar die betalen zich suf aan belasting. Want, waarom? Ze willen invloed. Ze willen invloed. Op het moment dat die zender te kritisch wordt, de commerciële zenders, maar dat geldt ook bij de NPO. Dus de NPO heeft meerdere beïnvloeders die het een propagandakanaal maken. Ik ga hier te lang over door. De mensen die bekend zijn met het thema gele hesjes, die weten dit allemaal wel. Want wat heel belangrijk is, Hannie Schaft, dodenherdenking, gisteren dodenherdenking. Maxima was erbij. Maxima, de leugenares. Gewoon een leugenares, mensen. Zij wist echt wel wat haar papi gedaan had. Haar papi zei, ik was alleen maar ambtenaar, ik wist voor niks. De ene dag heb je collega's die voor je werken, de volgende dag zijn ze er nooit meer. En jij weet van niks, en jij gaat geen vraag. Kom op, mensen. En Maxima, die zou van niks weten? Kom op, zeg. Totaal ongeloofwaardig. Dus, iemand die de misdaden van een, in dit geval, rechtse dictatuur, of zou het een linkse dictatuur geweest zijn, dan zou ik dit verhaal ook zo verteld hebben. Rechts heeft sommige aspecten die bij links er niet zijn. Links heeft meer oog voor mensen die niet bij de inkruid horen. Maar een dictatuur is een dictatuur, mensen. Een dictatuur is een dictatuur. Het maakt eigenlijk helemaal, nee, het maakt gewoon niet uit met welk excuus, of het nou geloof of een links- of een rechtsideologie is, of christelijk, dat is dus geloof. Dat maakt allemaal niet uit, mensen. Het gaat erom dat Maxima de misdaden van een dictator aan het, dictatuur aan het, kijk, dit is dictatuur, nee. Ik ben zelf niet rustig, maar, nou, dit is toepasselijk. Maxima, how much is the fish? Nou, waar het om gaat is, een van de eerste dingen die Maxima deed, is de Raad van State ingaan hier. Ze kwam op stage, werd er gezegd. Gewoon vriendinnetje van, of misschien was ze al de verloofde van Willem-Alexander. Ze zitten nog steeds, mensen. Wat doet Maxima in de Raad van State? Wat doet ze daar? Scheiding van machten misschien. Hè? Ze is getrouwd met de koning. De koning, als de koning een wet niet tekent, dan gaat de wet niet door. Zij zat daar heel dicht bij alle wetten waar haar papi last van kon hebben. Mensen.
En ik kan nog veel meer vertellen over Maxima. Maar Maxima was vandaag bij de dodenherdenking. Dat klopt toch niet? Totaal ongeloofwaardig verhaal over wat ze werkelijk deed. Was het af? Was ervoor zorgen dat haar papi niet gepakt werd? Dat deed ze in de Raad van State. Ze zat overal lekker dicht bovenop. En wat ze zegt, ik wist helemaal niks van de dictatuur. Voor mij is het gewoon mijn vader. Mijn vader was gewoon een bureaucraat. Ik wist eigenlijk helemaal van niks. Ik had es niet gewoest als zijn vader wel door de mand gevallen was. Wat bij een rechtszaak gerust wel gebeurd zou zijn. Want het is totaal onmogelijk dat hij niet wist. Maxima heeft aan mijn hoofd aan Harvard gestudeerd. Dat is geen domme meid. Je moet onvoorstelbaar dom zijn om te kunnen geloven dat je vader van niks wist. Dus ze liegt gewoon. Wat doet ze dan op de dam daar? Ze past in het ritueel. Het is nog niet helemaal een ritueel, maar het wordt steeds meer een ritueel. Dus in een land waar demonstraties verboden worden, waar een paar jaar geleden een staking verboden is, argument, het kost het bedrijf geld. Daar zijn stakingen juist voor bedoeld, mensen. Om de aandeelhouders en de eigenaren onder druk te zetten van gaan nu normaal doen. Daar is het voor bedoeld. Staking verboden. De sorteerboeren. Die hebben demonstranten die tegen de Hollandse Krampus waren geblokkeerd. Ik zeg dit allemaal een beetje cryptisch. Want niet alle sorteerboeren vinden het leuk als ik over de sorteerboeren praat. En dit is gewoon interfriese onder elkaar. Als zij dat niet leuk vinden, dan doe ik dat niet. Of het zou iets totaal belachelijks moeten zijn. Zoals van, ik vind het niet leuk dat jij met mijn zus gaat. Dan heb ik iets van, ja, nou ja, goed. Ja, ik vind het niet leuk dat jij dit tegen mij zegt. Maar het kan me ook niks schelen. Maar dit soort dingen, ja. Die sorteerboeren hebben dat zelf gedaan. Het is hun ding. Daar blijf ik verder vanaf. Maar kijk eens naar de manier waarop de sorteerboeren behandeld zijn. Gewoon simpele burgerlijke ongehoorzaamheid. Gaan op de weg staan. Want er waren een stelletje tegendemonstranten onderweg. Naar, naar de intocht van, hoe zal ik hem eens noemen? Baardman, Witte Baardman en Hollandse Krampus. Daar horen geen tegendemonstranten tegen die intocht bij, want daar zijn kinderen bij. Ik ben helemaal geen fan van de Hollandse Krampus. Maar we gaan niet tegen demonstreren waar kinderen bij zijn. Nou, dat brengt me bij het laatste. Er zijn vandaag demonstraties in Den Haag. Mensen, houd allemaal alsjeblieft 1,5 meter afgerond, 1,5 meter afstand afgerond, waarom ik erbij zit. Kijk in de Facebookgroep GLS Amsterdam Beursplein. Houd alsjeblieft die afgerond, 1,5 meter afstand. Dat is heel belangrijk. Alleen, GLS Amsterdam Beursplein is niet de organisator, dus het is alleen een vriendelijk verzoek. Tegen demonstranten, nou, jullie hebben we nog nooit gezien bij GLS in Nederland. Dat hoef ik niet over te hebben. Maar de politie heeft alleen een taak. Als de demonstratie geen demonstratie is, maar een actie. Een demonstratie mogen ze niet beëindigen. Moeten ze gewoon met rust laten. Maar een tegendemonstratie, dat is wat anders. Die moeten ze uit de buurt houden. En bij een demonstratie hoeft de politie alleen maar in de gaten te houden dat het inderdaad een demonstratie is. En nu in tijden van corona dat mensen afstand houden. Daar sta ik achter. En daar zal niet iedereen blij mee zijn, maar nogmaals. Dit is geen gele hesjes Amsterdam Beursplein demonstratie. Ik heb alles wel gezegd. Ik ga een liedje lekker hard zetten en ik ga even de bloemen laten zien. Mooi mensen, dat is het hier mooi.
Hier is een mooie molen. Dit is allemaal nog een beetje onwennig met camera. Maar dat komt wel goed. Wel goed op de maat letten. Nou, we gaan aftellen. Ik blijf dat die man daar een politie voor belt. Ja, misschien vanwege mijn gedrag, maar... Ja, maar goed. Eind goed, al goed. We gaan aftellen. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, doei.